dat ik dat nu zeker. Dames en heren, welkom allemaal bij de opening van de tentoonstelling over de Willem van Vuurenvoorde. Een speciaal welkom aan de schilder, Peter Duiten. Dank u. Op bed binnen. Dankzij de schilder. Bij zijn schilderij hebben we deze tentoonstelling welkom Joken Meijer, die een heel mooi boek heeft geschreven over de tijd van Willem van Dudenvoorde. Die is er ook en die zal straks ook het een en ander vertellen. En verder zijn we de Heemkundekring ontzettend dankbaar dat ze dankzij het ruimtegebrek wat zij hebben, dat het schilderij dat hier kan hangen. En ik denk dat hier prima op zijn plaats is. En we zijn natuurlijk ook ontzettend blij dat er weer een aantal vrijwilligers zijn geweest hier die deze tentoonstelling hebben georganiseerd en hier mooie dingen hebben opgehangen. Dat is altijd heel fijn. En verder heet ik natuurlijk de wethouder van harte welkom. Helaas was Horen van der Helm, die was ziek. Maar Marcel Willemsen is zo vriendelijk geweest om zijn plaats in te nemen. Zoals u misschien weet gaan wij straks ook nog een historische figuur welkom heten. En als ik die in de verte zie aankomen, dan zal ik u vragen of u allemaal mee naar buiten wil gaan om de heer van Oosterhout, om die te verwelkomen. Dus ik kijk zo nu en dan een beetje daardoor. Ik heb begrepen dat hij al bij is. Ja. Hij wordt al heel. Daar staat Willem. Je ziet het schoon uit. Knap, hè? Ja. Ga je nou vreemd goed op dat paard, hoor. Mevrouw, ga er een beetje bij staan. Ik dat je hier. Ik ben er nooit zo veel op de foto's. Even kijken. Dat denk je. Is het fotomoment geweest? Ja. Meneer van Oosterhout, samen met de wethouder. Wil ik u van harte welkom heten bij het prachtige pand van het museum aan Oosterhout. Dat even afstijgen. Dat is heel prettig, want paard moet natuurlijk. Dat je meebracht. Weet je wat, je vaak thuis, hè? Ja. Als je thuis komt, moet je moeder meebrengen. Ja, goed. Heer van Oosterhout. Ja, van Oosterhout. Ja, van Oosterhout. Heel veel mensen. Dames en heren, Willem gaat spreken. Willem van Dudenvoorde. Even wat voorlezen. Op de eerste plaats wil ik me even voorstellen. Ik ben Willem van Dudenvoorde. Ik ben geboren in 1290. Misschien is het ook wel leuk. Dat dacht ik ook. En van 1325 tot en met 1353 was ik heer van Oosterhout. En woonde ik op het kasteel Strijen. Bij de ingang heeft u reeds kennis gemaakt met mijn gade, Delwig van Diana. En ik moet zeggen, ze mag de best zijn. Vindt u ook goed? Ja. Ik ben verheugd hier op het Brabants Museum Oud-Oosterhout te zijn. Want ik heb gehoord dat hier een expositie is ingericht over mijn verblijf te Oosterhout. Tevens is hier een mevrouw die weliswaar twee boeken over mij heeft geschreven. En een kunstschilder die een schilderij van mij op mijn paard heeft gemaakt. De 14e eeuw was een onrustige tijd. Veel conflicten, oorlogen met omringende landen. Maar daarbij ook bij horende overwinningen
en strooptochten brachten behoorlijk geld in het laadje. Toen ik in 1325 het kasteel erfde, ben ik daar gaan wonen. Ik merkte al gauw dat ik in Steel precies op de grens van het toenmalige Holland en Brabant lag. Het was in die tijd gebruikelijk om op de grenzen van hertogdomen en graafschappen een flinke tol te heffen. Tevens liet ik de eerste haven van Oosterhout graven. Het geld stroomde binnen. In die tijd wordt gezegd, was ik de rijkste man van Europa. Nu niet meer. En werd overal met grote eerbied en luister ontvangen. Ik was daarom weinig op het kasteel aanwezig. Maar wat de liefde betreft, heb ik ook niet stilgezeten. 12 bas gaat erin leven. Tot het gewonnen. Zo heeft dus elk nadeel ook zijn voordeel. Gelukkig is in de 20e eeuw het besef gekomen dat de ruïne van Strijen een zowel historische als een culturele functie voor Oosterhout heeft. En daarbij mijn dank aan de gemeente Oosterhout. Er is om de toren een park aangelegd en er zijn opgravingen verricht, wat veel archeologisch materiaal naar boven heeft gebracht. Graag wil ik het hierbij laten. En na de volgende sprekers wil ik u uitnodigen met mij mee te lopen voor de officiële opening van deze tentoonstelling. Dank u wel. Schrijfster Eva Bentes. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan voordat zij haar boek De Schaduw van de Avond schreef. En zij weet heel veel over Willem van Duvenvoorde, over het kasteel, over het leven in die tijd. Eva Bentes heeft criminologie gestudeerd en rechten. En dit belangrijke boek geschreven, maar daarnaast nog vele andere boeken. Mocht u in take 5 nog meer van haar willen lezen, zoek gerust, want er staan meerdere boeken van haar in de bibliotheek in Oosterhout. Alsjeblieft. Dank u wel. Dankjewel, Marja, voor de uitnodiging. En je bent in die tijd vaak doorgezaagd over Willem van Duvenvoorde. Want als ik hier wat had gevonden, dan moest Marja dat horen. Fijn dat u allen voor Willem van Duvenvoorde bent gekomen. Willem, de meest invloedrijke Oosterhouter die de vaderlandse geschiedenis heeft gekend. We moeten het eigenlijk van de daken schreeuwen. Hier woonde Willem van Duvenvoorde. Hij was een medestadsbewoner om weer trots op te zijn. Willem van Duvenvoorde heeft definitief een prachtige plek gekregen in het museum, waar vele bezoekers even bij hem kunnen stilstaan. Dat kunnen wij straks, zullen wij dat zien. Peter Nuiten heeft hem goed getroffen. Kijk straks maar, zie Willem dan hoog te paard zitten bij Huis ten Strijen. Peter Nuiten wist wie hij schilderde en waar hij hem moest plaatsen en hoe een decor eruit moest zien. Daar ging een jarenlange studie aan vooraf. Voor ons 21ste eeuwers ziet Willem er zo uit, met dank aan Peter. Een niet al te lange, imposante verschijning met zware borstelige wenkbrauwen, daaronder een scherpe blik. Dan die strakke mond met dunne lippen, omringd door een baard. En de krachtige, naar voren gestoken kin. Willem was 18 toen zijn vader stierf. Philips van Duvenvoorde was een niet al te rijke edelman uit het graafschap Holland. Hij was niet getrouwd met Willems moeder. Waarschijnlijk was zij Lisbeth van Dongen, uit deze buurt dus. Willem van Duvenvoorde was dus een bastaard. En een bastaard kon niet erven, punt. Daarom ging de schamele erfenis alleen naar Jan van Borlane, zijn wettige zoon. Willems halfbroer. Een bastaard die de baas over hen, ridder, speelde. En dan nog zo jong. Hij stichtte kloosters, kapellen en kerken. De meeste gebouwen zijn verdwenen. Zo ook zijn lievelingskasteel, Huizen ten Strijen in Oosterhout. De ruïne, Slotbosse Toren, u allen wel bekend, is er van overgebleven. U weet waarschijnlijk dat de stenen van het oude stadhuis
van het huidige restaurant De Vrijheid op de heuvel van het kasteel afkomstig zijn. En Maya vertelde mij net dat daar de keierscheiters vandaan komen. Oosterhout werd opgeroepen om even wat stenen te brengen van het kasteel naar de heuvel. En er kwamen in een no time heel veel stenen daar terecht. Het Oosterhouts kasteel was een machtig complex, een burcht, die zijn gelijken in de 14e eeuw in heel West-Europa niet kende. Met slotgrachten, met ophaalbruggen, met een woontoren. Maar elke dag zag hij zijn wapen, zoals Willem net liet zien. Die drie, 2x3 wassende manen, met daaroverheen de gehate dwarsbalk. In de 14e eeuw, moet u weten, was er al een verschil tussen het Bourgondische Brabant en het zuinige Holland. Guus Meeuwis had in de middeleeuwen al zijn lied over Brabant kunnen zingen. Willem werd in de loop van zijn leven ook steeds meer een Bourgondier. Hij was graag bij de hertog in Brussel. Daar brandden tenminste in alle zalen grote vuren. Daar werden rijke feesten gegeven, kleurig, gul. Dat was heel iets anders dan het graafschap Holland. Daar werden de feesten gegeven met de knip op de beurs. De graaf was een vrek en later zijn zonen nog meer. Op zijn 63ste overleed Willem in Brussel, gedesillusioneerd. Hij had al zijn kinderen goed bedacht, maar als bastaarden konden ze niet erven. En Willem was er niet op tijd in geslaagd om hen te hechten door die Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zijn vele bezittingen gingen daarom naar zijn enig wettig familielid, Jan de Tweede van Polanen. Het kon niet anders. Hij had overigens één kind kunnen echten, dat was Willem van Dongen, de kleindochter van Jan de Tweede, Johanna van Polanen. Was dankzij het vermogen van Willem van Duvenvoorde stinkend schatje rijk. Maar ze had geen mooie titel. Daarom werd er voor Johanna een arme graaf in Duitsland gezocht. Die waren er genoeg. Graaf Engelbrecht van Nassau kwam naar Breda. Nog steeds waren de van Nassau-Polanens stinkend schatje rijk toen er een paar generaties later opnieuw geen opvolger was. En weer werd de Nassau uit Duitsland gehaald, die hier notabene op blote voeten aankwam. Zo arm was hij. U weet het wel, Willem van Nassau, de latere Willem van Oranje. Het is daarom vreemd dat Willem van Duvenvoorde geen belangrijke plaats in de vaderlandse geschiedenis inneemt. Dat heeft met twee zaken te maken. Ten eerste met de nasleep van de 80-jarige oorlog, waarbij Brabant als windgewest, of aardiger gezegd als generaliteitsland, niets meer te zeggen had en de macht geconcentreerd raakte in Holland. Dat was de eerste reden. Maar waarom hebben de Van Polanens dan wel een voetnoot in de geschiedenisboekjes? Nu komt de tweede reden. De Oranjes wilden niet herinnerd worden aan een bastaard die aan het begin van hun opmars stond. Voilà. Wij in Oosterhout mogen trots zijn op onze Willem van Duvenvoorde en trots zijn op het vrijheidsschilderij in ons eigen Oud-Oosterhout. Dat maar heel veel mensen met veel plezier naar dit schilderij komen kijken en de tentoonstelling bezoeken. Hartelijk dank, Peter. Nou, ik wil aan de heer van Oosterhout vragen of hij zijn licht wil laten schijnen op zijn eigen afbeelding. Joop, bedankt voor het verhaal. Historisch gezien natuurlijk klopt dat allemaal, dus daar hoef ik het niet meer over te hebben. Het gaat erom, waar komt mijn fascinatie voor Willem van Duvenvoorde nou eigenlijk vandaan? Nou, dan moeten we ongeveer een 40, 45 jaar terug in de tijd. Ik ging vroeger fietsen vanuit Oosterheide, want daar woonde ik toen. Met vriendjes gingen we vissen in de polder. En de polder die begon al aan het eind van de Torenstraat. Eind van de Torenstraat zagen we in de verte de ruïne al staan. En daar wilden we zijn, want er was een mooie slotgracht. En daar zaten heel veel
stekelbaarsjes en vorentjes. En die wilden wij graag vangen natuurlijk. In die tijd was er een floraliatuin rondom de toren. En ja, dan mochten wij natuurlijk niet komen. Dus we moesten altijd netjes wachten tot iedereen weg was. Dus als wat vlijtige oosterhouders met groene vingers hun tuintje weer schoon hadden en weer weg waren, klommen we het over het hek. En gingen we dus op het terrein van de toren. Nou, dat was heel spannend voor ons. Zo spannend zelfs, dat we wel eens wilden ervaren hoe het was om te zitten op zo'n vensterbank. Want als we kijken naar de ruïne, en we kijken naar die raamopeningen, zien we nu nog waar de vensterbanken hebben gezeten. Gewoon letterlijk een bank in het venster. Dat was een hele onderneming, ook niet zonder risico natuurlijk. Dus wij klommen gewoon op de toren. Er waren uitstekende stenen genoeg. En dan klommen wij net zo hoog tot we bij het eerste raamgat waren. En dan zaten wij dus als ridders op de vensterbank naar buiten te kijken. Zoals Willem dat natuurlijk uiteraard ook wel gedaan zal hebben. Goed, de tijd gaat verder. Ik kom na de lagere school natuurlijk op de MAVO terecht. Willem van Duvenvoort. Nou, het toeval. Bestaande. Ik kreeg de leeftijd dat ik meisjes wel aardig begon te vinden op een bepaalde manier. En na wat proefondervindelijke dingetjes te hebben gedaan, kwam ik bij mijn huidige vrouw uit. En waar woonde die? Ik geloofde natuurlijk bij het zelf niet. In de Willem van Duvenvoortstraat. Nou, ik merkte op, na mijn studie aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg, dat ik alleen maar het beeld van Niels Steenbergen kende over Willem van Duurvoorde. Dat vond ik een beetje mager. Ik denk, ja, zo'n grote man, historisch zo belangrijk voor ja, West-Europa en natuurlijk ook voor Oosterhout, heeft één beeld. Heel veel respect voor Niels natuurlijk en zijn ambachtschap. Maar wat mij al heel snel opviel, dat de kleding bij het beeld is 17e eeuws. En dat vond ik een beetje een doorn in het oog. Toen dacht ik, nee, ik wil iets maken als schilder wat overkomt zoals het in die tijd echt is geweest. En toen ben ik met mijn onderzoek begonnen. Dus ik heb onderzocht op de eerste plaats hoe het kasteel eruit zag. Nou, er zijn nog prenten natuurlijk voorhanden. En als je dat een beetje doorfantaseert, dan kom je er wel aan uit hoe het eruit zag. Met de grachten, zoals je die ziet. De kasteelmuren, mooie toren, een beetje renaissance-stijl. Wat, denk ik, niet uit de tijd van Willem zelf is, maar wat later. Alleen, ik vond het wel een heel mooi architectonisch geheel, dus ik heb hem er toch bijgezet. Ook omdat hij op die print staat van de ruïne van Strijden. Goed, studies gemaakt over een paard. Hoe beweegt een paard zich? Hoe is het met zijn anatomie? Dus heel veel onderzoek. Heeft veel tijd gekost. En toen de schetsen klaar waren op papier, ben ik begonnen. Eerst heb ik het doek gemaakt, het raamwerk, het doek gespannen, tekeningen erop gezet. En toen laag over laag ben ik gaan schilderen. Ik had hem in mijn atelier in elkaar gezet. Wetende, als hij klaar zou zijn, moest ik hem helemaal in elkaar halen, want kan ik hem niet meer, kon hij niet meer naar beneden. Want ik zit natuurlijk in mijn atelier in Arendstraat in de toren. Dat is een, ja, een ruimte van 5 bij 5 meter, waardoor ik door een luik vanuit de vloer naar binnen kom. Dus dat ging. Maar had ik aan mijn rekening gehouden. Dus hij was klaar. Ondertussen was de oud-burgemeester Helmi Huibrechts, of nee, Helmi? Ja, klopt. Die was al een keer op bezoek geweest. En was ook heel enthousiast over het schilderij, het verhaal van Willem. En goed, ik het een beetje in die kant opduwend van, nou, misschien is het wel interessant voor het gemeentehuis om hem daar een plek te geven. Want we hebben het toch, nogmaals, over de belangrijkste Oosterhouter aller tijden. Nou, daar had ze eigenlijk wel oren aan. En goed, hij kwam in kasteeltje Brakenstein terecht, tijdelijk. Dus er werd wel kenbaarheid aangegeven door de media en er kwamen mensen op af en de schilderij werd bekeken. Het was bekend dat het schilderij er was. Later verhuisde die dus naar het gemeentehuis. En nu, en daar ben ik heel blij mee, is hij hier in Museum Oud-Oosterhout terechtgekomen. Hij hangt op een hele mooie plek. Met daarbij behorend de uitleg, de posters over de opgravingen en heel die story van Willem. Dus ik denk dat Willem nu eindelijk zijn juiste bestemming heeft gevonden. Ja. En ik hoop dan ook dat hij hier nog jaren en jaren kan blijven hangen. Mij zeker heeft hij. Ik ben er trots op. En ik hoop dat vele Oosterhouters met mij daar ook trots op zullen blijven. Dank u wel. Ja.
interessant, hè? Wat leuk, hè? Om deze verhalen zo te horen uit de mond van de schilder, uit de mond van de schrijfster. We kijken vanaf nu heel anders en veel trotser naar onze Willem. Klopt. En het werk van Peter is daar een blijvend bewijs van. We vinden het ontzettend leuk dat je dat gedaan hebt. Een klein bedankje daarvoor. Kun je inwisselen voor een drankje wat Willem vast wel gewaardeerd zou hebben. Peter ook. Bedankt. Dankjewel, Leo. Eva, hartstikke bedankt. Hetzelfde bedankje. En een bedankje uiteraard, Willem. Graag gedaan. Uiteraard een bedankje. We vinden het ontzettend leuk dat u vandaag hier terug hebt kunnen komen. Het is eigenlijk een wonder. Ja, zeker. En wethouder Marcel Willemsen, die Robert van der Helm vervangt. Hartstikke leuk dat u dat hebt willen doen vandaag. En het is misschien leuk om een afsluitende foto te maken hier van Willem en Eva en Peter bij het schilderij. Leuk. Tot slot, de kleding die wij vandaag hebben, die is gesponsord door de toneelzolder van het Sint-Oever. En mocht u ooit in de toekomst nog eens uzelf bedankt voor uw komst. We vinden het heel erg leuk dat u zo met zoveel mensen gekomen bent. Bedankt voor uw komst, hè. Alsjeblieft. Ja. Misschien onder je bieden. Ja. Mevrouw Nuis. Dat is bedankt van Oosterhout. Dat is goed, hè. Thank you.